Maar dat verwacht je op telefoon van het bedrijf. Nou, wat denk je? Noppen. Ja, staat een lieftallig vrouwtje aan de deur te bellen. Ja, natuurlijk. Lekker even een bakje koffie doen samen. En Corina kwam met een gebakje, dus daar moet lekker inderdaad samen, toch? Gezellig. Ja, gewoon gezellig. Lekker. Gewoon van genieten. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, jullie zijn weer aanbeland bij Corinne en de Beestenboel. Dus welkom allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag, de 11e van de 3e in 2022 allemaal. En we leven om 12:36. Ik werd uit mijn bed gebeld. Oepsie. Oei. Ja, jullie weten dat ik altijd laat ben. Maar ik wist dit niet. Ik was niet op de hoogte gebracht. Niks. Ik wist wel dat Stefan eigenlijk niet kon komen. En dat Stefan het door zou geven dat ik wel een invalster of vallen nodig had. Maar dat verwacht je op telefoon van het bedrijf. Nou, wat denk je? Noppen. Ja, staat een lieftallig vrouwtje aan de deur te bellen. Ja, mag ik je filmen? Nou, liever niet. Liever niet. Sorry. De voetjes mogen erop. Nou, gaan we. De voetjes. Nou, even zien hoor. Kijk, dat zijn de voetjes. Ja, dat mag. En de stem, ja. Nou ja, daar kan je ook niks aan doen. En iedereen heeft een stem, ja. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, Elwing moet er nog uit met Rijka. Maar Sanne, die komt ook. Ja, ook dat komt. En die wil graag even meelopen, dus dat doen we dan wel even. Komt allemaal goed. Maar in ieder geval, ja... Ik was de hele boel kwijt daar van binnen. Ik was helemaal in de war van... Ja, hallo, waarom niet telefoon? Ik dacht nog steeds dat Stefan zou komen, maar... Laat ze je bellen, potverdikkie. Hé, Jan en Rijka? Bellen, hè, moeten ze. Ja. Nou, ze krijgen van mij ook de wind van voren. Ja. Ja, want die gaan we gewoon bellen. Ja. En wie kan de telefoon krijgt, zal maar een worst wezen. Simpel. Ja, ook zo. Ja. Maar in ieder geval, waar we blij mee zijn, is dat het zonnetje er weer is. Het zonnetje schijnt. Ja, echt waar. Ook aan de voorkant hoor. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ervan en geniet van alles met wat jullie doen, maar ook weer zeker met wat wij doen. Dat vrouwtje is alweer naar huis. Of naar een ander huis waar ze werken moet, dat weet ik niet. Ook is Sanne al geweest, mijn ene begeleidster. Ik heb nou eventjes mijn spel gedaan, die heb ik alweer afgesloten. Ik heb even bijgewerkt. De meiden die zijn al uit geweest. En ik ga zo meteen naar de Vomer. En daarna gaan we naar Marianne toe. Ja, gaan we op visite, een bakje koffie lekker. Gaan even genieten en dat moet kunnen. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik probeer jullie mee te nemen. Ik weet niet in wat voor stemming Marianne is om te vloggen, ja of nee. Maar dat zien we wel. Zo niet, dan hebben jullie pech. Ja, maar in ieder geval, we gaan naar Marianne toe. Dan weten jullie er even van en dat we er een gezellige boel van proberen te gaan maken. Ja, ik heb wel een zware... Hier een beetje hoofdpijn. Niet erg, maar wel zodanig dat ik mijn ogen... Ik kan niet tegen het felle licht met die ogen. Nou ja. Maakt allemaal niet uit. Komt allemaal weer goed. En ik zou zeggen, gewoon met volle goede moed gaan we er tegenaan. En we gaan gewoon bij die banaan. Ja. Yeah. Elwing ligt onder de stoel. En Rijka, die legt net, nog maar net, in de mand, want ze lag buiten in de tuin. In het zand, ja. Dus oké, die heb ik binnengehaald. Tegen zin in, ze wou niet, nee. Maar ja, maakt het allemaal niet uit, nee. Geen zin of wel zin, maakt niet uit. Ik haal gewoon naar binnen, hij je. Want mijn wil is wet en niet dat van haar.
www.lieveliefdesdag.nl. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons maar weer lekker mee. Ja, lieve vrienden, we zijn dus bij Marianne. Dat had ik gezegd dat we naar Marianne toe gingen. Dus ja, ze is er hoor. Ja, natuurlijk lekker even een bakje koffie doen samen. En Corine kwam met een gebakje, dus dat moet lekker inderdaad samen, toch? Gezellig. Ja, lekker. Gewoon van genieten. Ja, en dat gaan we ook doen. Want okay. We moeten gewoon het leven vieren. Ja, zolang we leven, moeten we dat vieren dat we leven. Simpel, toch? Okay. Ja. Dus, wij gaan lekker verder aan deze kant. En geniet jullie ook maar, want het zonnetje schijnt nog steeds en de lucht is nog steeds prachtig mooi blauw. Dus wat wil je dan nog meer? Enkel, ja, hier is dat niet te zien. Daar is het ook niet te zien, want daarheen een hoog gebouw en daarheen een hoog gebouw. Dus het valt niet op. Maar het zonnetje wel. Ja, dat valt wel op. Dus ik zou zeggen, geniet en ga verder. Lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik zat bij Marianne en toen kwam ook onze lieftallige Mary nog aan. Dus een hele gezellige boel gehad en gek gedaan, maar ja, te druk aan het hoofd eigenlijk om weer aan jullie te denken. Maar het maakt niet uit, ik ben er nou weer. Die meiden zijn ook gek. Hey, klaar. Die moeten eruit. Maar ik zat bij Marianne. Ik was naar de FOMA geweest. Ik moest wat voor haar halen. Ik moest ook wat voor mezelf halen. En dat vergeet ik weer. Ik nam wel een gebakje mee. Dat hebben jullie ook gezien. Maar ik vergat mijn haarlak. En ik vergat nog een aantal dingen. Dus dat heb ik nou weer allemaal gedaan. Dan ben ik thuisgekomen. De tas die staat op het aanrecht. Die staat hier. Daar zitten de boodschapjes in. Deze nam Mary mee. Die moet ik hier opruimen. Dat is Mary haar koffie. Nou, ik heb wat boodschapjes gedaan. En ik ga dan met de meisjes eruit. En het is nog licht, dus mijn lampje heb ik nog niet nodig. Maar halverwege de tocht denk ik dat ik hem wel aan moet. Want het gaat nou heel snel donker worden. Maar in ieder geval, ik duw jullie uit, want ik heb mijn loopappie nodig. Ja, en dan gaan wij lopen, hè. Jij krijgt je jasje weer aan, hè. Ja. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond, want het is al avond. Hoe laat leven wij eigenlijk precies? 18:26, dus ja, komt helemaal goed, ik zou zeggen. Tot later.